Daar ligt mevrouw 1. En hier zit mevrouw 2 te eten. Oh, kom hier. Een hele goede middag, familie. Ja, het is nu alweer dinsdag 12 mei. Ja, het is nu net 2:10. Ik ben laat. En er zijn hier... Die is aan het zeuren. Er is nog iemand daar heel graag aan het zeuren. Want ze moet inderdaad naar buiten. Ja, dus dat ga ik ook zo meteen doen. Maar ik was eerst al bezig met een... papauw met... shawarma erin. En die smaken lekker. Bij de Jumbo. Ja. Heerlijk. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier gewenst. Kom. Ga je mee? Kom maar. Oh ja, jij wil weer een hele tak meenemen, schat. Dankjewel. Niet slim. Loop je ook door, schat? Ja, gaat ze? Nee, liefie. Kom. Nee, volg jij lijn. Volg lijn. Lieve schat, volg je lijn. Beauty, volg je lijn. Volg je lijn. Goed zo, kom. Juist, goed zo. Kom maar. Kom, Beauty, kom maar. Kom, deze kant op, kom. Kom, deze kant op. Ja. Yeah. Niet? Helemaal auto's daar lopen. Nou, is ook niet gezellig. Hoi. Tut, hola. Is dat niet gezellig? Oké. Hi. Ja, yeah, goed zo. Kom. Oké, ik ga er even aansturen. Even aansturen. Juist, goed zo. Zie je wel dat dat braaf is. Kom maar. Even snuffelen. Jij. Kunnen hun ook weer even lekker snuffelen. Lekker hè. Oh ja, lekker. Lekker omslachtig hier, maar oké. Ja. Ja. Kom maar, kom. Kom maar. Ja. Kom maar, door. Nee, kom. Jut, kom. En door. Goed, kom. Kom. Goed zo. Ja, nou ik ga zo meteen lekker een uiensoep maken. Vers. Ja, kijk daar hebben we Ro. Hey. Hi schat. Hey. Die vroeg wat hij nog wat voor mij kon doen. Nou, ik vroeg even heel lief of hij nog even de alles voor mij wou doen. Yes, nou dat doet hij. Vind ik lief. Zijn we toch even nog samen. En dan gaat hij straks lekker naar huis, gaat hij lekker slapen. En dan gewoon weer een minuutje of 8 weer jou wakker bellen. Ja, dat is goed. Ja, is goed. Kijk, hij is moe. Ja. Een lady ligt lekker achter hem. Kijk, blijf lekker liggen, weet je. Hoi. Hoi. Is dat koud? Ja, dat is koud. Oh. En jij bent lekker warm. Jij bent lekker koud. Jij bent lekker warm. Ja, niet alles tegelijk. Nee, nu niet.
Ik wil wel een kus. Zou je een kus of geen? Nee, ik wil een kus. Lief. Hi. Dus ja, ik ga dus zo meteen lekker eventjes een uiensoepje maken. Vind ik leuk. En de raam is ook lekker vies, want er heeft een vogel op mijn raam gescheten. Is niet leuk. Nee. En de vlog heb ik ook alweer gerenderd die ik gisteren had gemaakt. Dus gaat lekker zo. Daar ligt mevrouw 1. En hier zit mevrouw 2 te eten. Hi. Trekkie. Oh, ik hoor wat. Hi, mevrouw 2 op dit moment. En lady, wat ik al zei. Die ligt lekker hier op de grond. Ik vind het allemaal wel best. Kijk, en ik kan er gewoon overheen stappen. Kijk, hartstikke idee. Ze blijft gewoon liggen. Kom maar. Ze kan er ook gewoon lekker overheen. En het is wel mooi weer, moet ik zeggen. Het is heel mooi weer, ja. Het is heel mooi weer, hè? Jij. Ja. Kijk, het is heel mooi weer. Hartstikke idee. Bla, 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 bla. Alleen het is wat frisjes. Wat is je dan? Ga jij even snuffelen dan? En dit is dus Lady haar pootafdruk. Hij is nog niet helemaal hard, dus hij moet nog eventjes. Hij ligt dus nu al 2 dagen, toch? Zo. Ja. 2 dagen en dus nog 3 dagen. Dus dan is het dus, nu is het dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Ja, dus en dan wil ik hem ook nog heel mooi even inschilderen. Dus, yep. Maar we weten dat deze dus echt van Lady is. Nou ja, en jullie waren erbij. Dus ja. Dus ja, dat gaat al even hard. Hè, allemaal. Ja, kijk. En dan is dit ook allemaal weer klaar. Kijk. Dan draai ik mijn hoofd die kant op. Want ik weet niet wat ik allemaal doe. Gereed. Yes, doe ik hem op kruisje. Jop. Jup. En dan doe ik hem daar naartoe. Dan ga ik daar naartoe weer. Gaat allemaal goed, hè? Dan doe ik die. Video uploaden. En dan bestand selecteren. Een bureaublad. Vloggen. Reelmateriaal 11.5. Die. En dan die. Ga ik daar naartoe. Ga ik naar YouTube Studio. Ja. En dan ga ik weer naar video's. 21. Dan mag deze dus op 22. 22. Plannen. 22. En dan om 2 uur. 2 uur. Ik ben weer te ver. 2 uur. En dan op die. En dan ga ik weer daar naartoe. Want ik moet nog een fotootje maken. Ja, en dat doe ik dan ook via deze weer. Dus dat ga ik even doen. Nou, hij gaat naar huis slaapje doen. Moet ook gebeuren. Het is nog steeds mooi weer, alleen ik vind het een beetje frisjes nog steeds. Zeg ik, hij is moe. Daar loopt hij. En toen was hij bijna uit beeld. Ja. Oké, ik ga uiensoep maken. Ik heb een, nou ja, ongeveer. Tot hier uien. Dus, en dan ga ik hier water in doen. Snijplankje. Dus ik neem jullie gezellig mee. Mis je. Dus heel veel kijkplezier met het maken van uiensoep. Ja, nou, ik ga dus in deze pan water doen. Ja. Dan doe ik dus een bouillonblokje in. Als ik die even kan vinden.
Ja, bouillonblokkie. Dan doe ik gewoon lekker een rund. Alleen even kijken waar ik rund nog heb. Ja. Dit is rund. Zo. Dus doe ik deze. Zo, goedemorgen. Doe ik die dus in het pan. Zo. Mooi. Dan ga dat dus even op laag vuur alvast. Mooi. En dan ga ik dus nu beginnen met uien snijden. Dat is ook erg handig. Oké, ik heb hier dus een ui. Hier zie je dus haartjes. Die moet je dus niet pakken. Pak hem hier. Daar snij je hem eraf. Die doe je weg. Doe je hier door de midden snijden. Haal ik nog altijd deze ervan af. Zodat je dit ook er vanaf hebt, haal ik dat er even vanaf. Dat is gewoon niet lekker. Zo. Dan ga je dus hierin snijden. En dan ga ik het zo doen. Zo. Dat is één. En zo ga je dus door. Nou, zoals jullie zien is het bouillonblokje helemaal gesmolten. Helemaal hierin. Helemaal mooi. Dan ga ik zo meteen gelijk even wat kruiden eraan toevoegen. Zoals ik het altijd doe. Dat is dus peper. Chili. Paprika. Curry. En een paar verse teentjes. Knoflook doe ik erbij in. Ik weet niet wat er aan de hand is hier in de wijk, maar er cirkelt hier een politiehelikopter rond. Al een aantal x uren.
Ik wil hem eigenlijk even een keer op beeld hebben, want... Maar ja. Kijk, 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 kijk. Dat is de politieheli, mensen. Hier al een aantal x uren dus rondvliegt in de wijk. Nou, hier heb ik ook al sowieso paprika, curry, chili en peper er niet overheen gedaan. Idem dito geldt hierin. En nu gaat dat dus in de pan. En tada! De uien zitten erin. Nou, ik heb even twee pannetjes gemaakt. Deze is voor Roderick, lekker met rookworst. Hier komt lekker zalm in, dus het is dan uiensoep met zalm. Ja, als je het lust, waarom niet? Daar is ik al, dit is lekker voor Roderick. Dus ik moet hem, dat weten jullie, rond 8 uur wakker bellen. Nou ja, misschien ook niet, want misschien wordt dit een andere kookvlog er tussendoor. Je weet het niet. Dus ik ben nou bezig met rookworst. En het is trouwens kip rookworst, voor de mensen die het willen weten. Van Unox. Yep. Dus dat ben ik er even aan het doen. En dan doe ik nog een extra bij hem. En dat zijn de Gelderse rookworst. En dat zijn twee kleintjes. Yep. Dus die doe ik ook nog lekker doorheen. Heeft hij een lekkere gevulde soep. Nou, de soep voor Roderick is klaar. Ik laat hem nu nog even lekker even weer een beetje afkoelen. Mijn soep is ook klaar. Ik heb hem nog een beetje... ketchup amanis erbij toegevoegd voor een beetje kleur. En ik ga even alvast proeven, want anders wordt het wel heel erg laat als ik ga eten. Want Roderick moet dus rond 7 uur, 7:30 wakker bellen. Een beetje wat warms, hè? Dat wel. Dat wel, zegt hij. Hoe smaakt het? Ja, anders. Ja, wat is anders bij jou? Het smaakt een beetje naar uien. Ja. Maar niet zoals de vorige. Was die lekkerder? Nou. Elke keer, kijk maar, daarom heb ik deze ook. Want dat heb ik er nou niet doorheen. Okay. Dus daarom heb ik het erbij gedaan nu voor je. Ja, en hij is wat zoeter, hè? Ja. Ja. Komt goed. Ja, dat zeg ik allemaal niet. Als je nou eventjes een grotere lepel pakt. Maar dat is heet. Dan heb je hier water. Ja. In de kraan zit ook water, kom. Zeg maar, ik ben nog moe. Een beetje. Oké. Okay. Oh, flikker op! Gewoon en gewoon lekker in mijn woning uit. Moeven. Yo, mensen. Nou, in een relatie heb je ook een beetje ruzie. Nou, zoals nu. Want jullie weten dat ik heb gekookt. Roderick die wil dus gaan eten met een theelepel. Nou, meneer is moe. Ja, dat weet ik. Maar meneer die lust het weer niet. Nee, en dan maak ik gewoon zo goed het eten. En dan krijg ik gewoon stank voor dank. Hoe
zou jij daarmee omgaan? Ook op deze manier? Nou, hij mag gewoon lekker optieven en ik ga lekker een scheiding aanvragen. Dankjewel. Ja, en toch wil ik nog heel graag van jullie weten, hoe gaan jullie om met jullie partner die weinig willen groentes willen eten? Hebben jullie voor mij tips en tricks? Dat zou ik heel fijn vinden. En dan zijn we dus aan het lopen met de hondjes en ook gewoon weer met Roderick. Ja. En ze zijn hier lekker druk bezig met de trambaan. Ja. Heel druk bezig. Want de werklui die zei dus dat en dat de verkeerslichten ook anders komen te staan. Nou, ik weet het niet. Geen idee. Mag u daar lopen, meneer? Nou, en ze hebben een hele nieuwe tramrails aangebracht. Dat kan je wel hier zien. En daar is nog oud. En ze hebben hier aardig wat eruit gehaald. En er komt een gloednieuwe voetpad en een fietspad. Yep. Dus hoe ze dit willen gaan doen? Ik weet het niet. Het ziet wel nice uit. Maar het is even boven te fietsen. Ja, doe. Nee, dat mag, dat mag. Zijn we aan de... Nee, dat mag. Met z'n tweeën. Natuurlijk, is toch handig. Ga maar hoor, doe maar. Ja. Ruzie maken. Nou ja. Zijn we aan het doen dan? Nee, ik vind het leuk om dit gewoon te zien. Ja, je moet het dan weer dicht maken. Nee hoor. Ja, ga je dan lopen. Ik vind het... Oké. Okay. Hey schat, en die weg is dicht hè, die hè? Ja! Hold it. Oh, kom hier. Kun je amper bijhouden? Nee, het is rustig. Uitdaag hoor. Lady, kom op, kom. Ze staan ook echt hetzelfde ook, hè? Beauty, volg je lijn. Oh, kan ook zo, ja. Oké, okay, nou. Wat ik al zei. Dit is de nieuwe rails wat hier ligt. Vanaf daar. Vanaf daar dus helemaal. Dit is ook al. Dat is helemaal nieuw. Volgens mij of niet? Weet ik niet. Maar oké. Maar dit is zo. Kijk. Zo ziet het er nu uit. En zo zag het eruit. Ja. Yep. Ja, nou.
Ik wist even niet of ik het aan jullie wou vertellen of hoe je dat ook maar moet noemen. Maar ja, jullie kijken ook eenmaal mijn kanaal. Dus ja, dan willen jullie ook dingen van mij slash ons weten. Nou ja, het zit zo. Ro en ik zijn dus nu heel erg druk bezig om proberen pleeggezin ouders te worden. Maar ja, dan moet je dus een hele formulier invullen. Dan gaat ook nog eens een keertje de kinderbescherming alles natrekken. Nou ja, enigszins bij mij gaan ze dat dus ook doen. En ik heb een verleden. Niet dat ik zelf een strafblad heb gehad of wat dan ook. Maar dat ik dus zelf seksueel ben misbruikt. Dus ja, ik ga daar verder niet over helemaal over uit. Maar ja, ik heb zoiets van, ja, kom ik dan nog wel in aanmerking? Of kom ik niet meer in aanmerking? Morgenavond, dat is dan de 13 mei, hebben wij dus een webinar. Dus ja, dat is ook voor mij eventjes helemaal nieuw. En normaal dan kom je dus bij hun op kantoor. Nu dus blijf je dus thuis in verband met de coronacrisis vanzelf. Het mag allemaal niet, alles moet dus op 1,5 meter. En nou ja, als we dan nog het leuk vinden, dan krijgen we dus een gezinsonderzoek. Nou, ik weet ook niet wat daar uitkomt. Maar ja, ik vind het gewoon spannend. Wat komt er uit het bij en bij de kinderbescherming? Vinden ze mij oké voor en voor als pleegouder, slechts moeder? Vinden ze Ro oké als pleegouder, vader? Dus ja, vooral voor mij. Kijk, Ro die heeft nooit in aanraking geweest met kinderbescherming. En ik dus wel. Dus ja, zijn er meerdere mensen onder mij die dus ook pleegouders zijn en dus ook vroeger in aanraking zijn geweest met jeugdbescherming. En dus ook eventueel bij een pleeggezin of wat dan ook heb gezeten. Nou, dan zou ik dat toch wel heel graag met jou willen delen. En dat ik ook wat gerust ben gesteld. Als je dit kijkt, dan is het al wel later. Vanzelf, dan is het ruim 23 mei of zo. Mag ik niet liegen, ik ga even op mijn scherm kijken. Dan is het dus 23 mei als je dit dus ziet. Dus ja, dat is toch even weer bijna 1,5 week later. Het is nou de 12e ongeveer. Even kijken, 12. 12 en 23. Ja, dat is dan, even kijken, 1, 2, 3, 4, een week en 4 dagen later. Dus ongeveer 1,5, zoiets. Dus ja, ik zou het heel fijn vinden. Heb jij zelf ervaring gehad vroeger met jeugdbescherming of wat dan ook? En ben je nu zelf ook pleegouder? Hoe ging het, et cetera? Zou voor mij heel fijn vinden om met jou daarover te kunnen praten. Daar hadden we dus eigenlijk vandaag ook een beetje ruzie woorden ook over. Want ja, als we dus een pleegkind hebben en een pleegkind moet ook gewoon goed eten. En Roderick, die is daarin heel erg van, ja, ik lust geen groente. Wat hij wel lust, nou, dan moet ik even weer naar voren halen. Hij lust wel het volgende. Dat is diepvries. Schuiven. Diepvries, spinazie en borrelkool. Pot of blikje. Babyworteltjes, dopetjes en spessiebonen. En witte bonen, geen tomatensaus, puur. Vers, andijvie, niet favoriet. Maar dan alleen met het groene en doorgekookt. Niet van hout, dat is kraakgroentes. En drilgroentes, mixgroentes. Dus ja, dus en ik had dus een hele lekkere uiensoep gemaakt. En dan krijg ik, en dan gaat hij dus eten met een theelepeltje. Echt gewoon alleen maar het sap, weet je. Dan heb ik zoiets van, wat en wat moet ik ermee? En dan is hij moe en alles loopt dan even door elkaar heen. Nou ja, ik denk wel dat je dat een beetje begrijpt. Maar hoe ga je ermee om? Met al die frustratie en vooral in deze coronatijd. Ik zou het zeggen, weet je het? Laat het even weten hieronder. Zou ik heel tof vinden.
Dankjewel alvast. Ja, nou daar ben ik weer. Gezellig. Ja, ik ben weer gezellig. Scheelt weer. Nou, ik ben even lekker YouTube filmpjes, vlogjes aan het kijken. Ja, van Gio en van de King Alert. En de 10 gevaarlijke zwembaden heb ik al net even bekeken. Dus ja, lekker bezig. Maar vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, begin dan met een blauw duimpje. Hieronder heb je het rode button. Abonneren. Hieronder. Yep. En als je dan toch nog bezig bent, daarnaast heb je een belletje. Doe die dan ook even gelijk aan, want dan blijf je sowieso op de hoogte met alles wat ik online plaats. En daaronder kun je nog eens een keertje reacties schrijven. Dat vind ik ook tof. En laat er even iets wat achter, want dan reageer ik sowieso wat terug. Hey, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie morgen weer terug. Ja? Yeah? Hey, jongens, slaap lekker of anders werk ze, wat dan ook, wat jij maar moet gaan doen. Ik weet het niet, misschien zie je dit wel weer 's nachts. Heel veel kijkplezier en doei doei, tot morgen.